zo beducht voor elkaar, hè? Ook wel zoekende. Kijk eens, dus. Keurig uitgevoetbald. Heel, oh, heel een mooie slim, heel paas. Slim. Chico. Oh, Chico. Wat is dit knap. Ontzettend knap van Hugo Chiano. Ja, wat verdedigt hij daar heel goed. Daar fluit de scheidsrechter voor de eerste keer deze wedstrijd. En de bal rolt hier in Ermelo. DVS speelt de bal rond. Rick Dekker. Haal op die wekker. Ze hebben respect voor elkaar. Beide tegenstanders. Kennen de kwaliteiten natuurlijk ongetwijfeld van iedere speler. Het is een goede bal achter de verdediging gelegd op richting van Otterlo. Kan hij hem binnenhouden? Ja, heel makkelijk eigenlijk. Komt de eerste kans aan. Zo. Een schot van Roemion. Zo in één keer uit het niks een aanval. Ja, iets, iets te voorzichtig geraakt Benjamin Roemion. Wel natuurlijk mooi diep gegaan, Ian van Otterlo. En een schitterende paas van Tim van den Berg. Maki Sodilla was dat als laatst. Ingooi voor DVS. Roland Baas. Roemion. Kijken of hij daar een hoekschop uit kan halen. Of de bal terug kan pasen op Ian van Otterlo. Komt DVS goed uit. Roland Baas met de voorzet. Nee, dreigen om een voorzet te geven. Toch de voorzet. Als laatste Maki Sodilla. En dat levert de eerste hoekschop op voor DVS. 14e minuut. Van Otterlo die zich meldt voor deze hoekschop. Voor DVS. Komt die corner achterin. Oeh, Sam de Wit kon schieten. Die vindt het heerlijk om combinaties op te zetten. Nicky van Hilton. Nicky van Hilton. In volle vaart. In volle vaart. Nicky. Nicky. Benjamin Roemion. Oh, oh, zo. Wat een opwinding. Wat een opwinding. Oh, oh. Heerlijk. Ah. Dat vindt het publiek mooi. Komt-ie. Natuurlijk ook Aniasi erbij. Die zal koppend wel het een en ander kunnen. Dat is 3 punten bij rugby. Bert van Hunestein zeer niet tevreden over zijn ploeg. Bert is helemaal niet blij. Nee. Krijgt net geen controle over de bal. Half viel. El Ghazouani, toch een hele gevaarlijke man bij Sparta Nijkerk. Ja, makkelijk voetballer. Heerlijke voetballer. Hij is een buitenspel. Ah, lekker redding toch nog even voor de goalie. Ja, zeker. Zo beducht voor elkaar, hè? Ook wel zoekende. Kijk eens, dus. Keurig uitgevoetbald. Heel, oh, heel een mooie slim, heel paas. Slim. Chico. Oh, oh, Chico. Wat is dit knap. Ontzettend knap van Hugo Chiano. Ja, wat verdedigt hij daar heel goed. Niks aan de hand. Lekker gevoetbald. Mag door. Maarten van Dijk. Goed gevoetbald, mooi. DVS. Ronald Baas. Slingert hem bij paal 2. Dan gaat hij erin. Oh ja! Hij gaat erin. Wat een prachtig doelpunt. Heerlijk. Ik zie zo voor mij tegen Achilles Veen voor de beker. Diezelfde kopbal. Prachtige kopbal. Ronald Baas op Nicky van Hilton. Wat herstelt hij zich goed na die ene bal, die andere bal. En de derde keer is het raak. Dus 1-0 voor DVS. En weer vlak voor rust. Hè? Een lekker moment, hoor. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maarten van Dijk heeft hem al gezien, wou ik zeggen. Gaat hier de 2-0 komen? Nee.
Wederom goed verdedigd door nummer 18. En daar is de laatste sluitsignaal van de scheidsrechter. De eerste helft zit hierop. Wij gaan aan de thee. We zijn zo weer bij u terug. Roland Baas. Hoge bal op. Roemeon. Daarin kennen ze elkaar heel goed. Jammer, jammer, jammer. Oeh, Mike Arends had daar de 2-0 op de wreef. Nicky van Hilton. Maarten van Dijk. Goed. Kijk, mooi. Hakje van Mike Arends. Mooie combinatie. Nicky van Hilton. Oeh. Daar had iemand tegenaan kunnen lopen. Roemeon. Wederom. Het was een goede actie van Bakkenes. Levert niks op. Mike Arends. Draait toch lekker naar binnen toe hoor. Geeft de bal mee aan Ian van Otterlo. Van Otterlo naar Roemeon. Roemeon. Trekt naar binnen. Schiet. En ja! Ja, ja! Oh, dat is hem weer! Benjamin Roemeon! Oh, en ze weten dat bij Sparta Nijkerk. Maki Zodila weet dat. Hij komt naar binnen. Hij schiet. En gelijk bij de eerste hoek. Ja hoor, valt hij naar binnen. Heerlijk, heerlijk. Benjamin Roemeon. Oh, wat word ik daar gelukkig van. Goed, goed. Roland Baas. Ja, toch. Bal over de zijlijn. Ingooi. Geurtsen. Het is geen overtreding ten opzichte van Ian van Otterlo. Leek erop, maar toch niet. Singa. Ja, daar komt hij. Doelpunt, Sparta Nijkerk. Tot nog toe lekker hebben gespeeld. Roland Baas. Hoge bal. Jorik Priem. Ja, die heeft ook de snelheid van Roemeon. Jorik Priem. Roemeon. Oh, wow, wow. Net naast. Prima assist van Jorik Priem. Toch balbezit, Sterling. Sterling. Diepe bal. Wat gaat daar gebeuren? Duwen in de rug. Heel goed. Nu denk ik buitenspel. Nee, Singa. Die stond kennelijk niet buitenspel. Nu komt hij weer misschien met een hele mooie assist. Maar nee hoor. Het wordt gewoon een doeltrap. De 91ste minuut is ingegaan. Maar waarschijnlijk nog 5 minuten blessuretijd. Het is hier natuurlijk super en super spannend. DVS 33 middels de doeltrap van Jan van Willigen. Daar komt hij. Jan van Willigen, de scheidsrechter, die heeft er goed veel zin in hoor. Vanmiddag. Nu, nou. Hunten. Hunten. Wat gaat hij doen? Oh. Is dit geen penalty? Scheidsrechter. Wim Bronsvoort. Oh, wow, 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 wow. Het leek er een beetje op. Maar ja, goed. Nu toch weer Sparta Nijkerk in balbezit. Nou ja, het is toch ongelooflijk. maar met... Ja hoor, eindelijk. Eindelijk is het zover. DVS 33 sleept hier. Maar ook wel volkomen verdiend. Een 2-1 overwinning uit. En dat is heerlijk, heerlijk. 12 punten hebben ze nu bij elkaar. 6 wedstrijden, 12 punten. DVS doet weer mee en heeft laten zien dat ze met het hart kunnen voetballen. Dat ze konden voetballen, wisten we allemaal al. Maar ook nog met het hart, dat is heel erg mooi.